Wil jij jongeren graag iets leren en bijdragen aan hun ontwikkeling? Hou je van de Duitse taal en cultuur? Dan is de opleiding tot leraar Duits wel iets voor jou. Ik kan al Duits sinds ik klein ben, omdat mijn moeder uit Duitsland komt. En ik vind het ook echt een heel erg leuke taal. Ook vind ik het leren van taal heel interessant. Op de basisschool werd daar eigenlijk al door mijn juffen en meesters gezegd: jij moet echt juf worden of docent. Ik vond het vak Duits op de middelbare school altijd heel erg leuk. Dus wist ik gewoon dat ik docent wilde worden. Ik heb grammatiek en spraakgewerp. Daarbij leren we luisteren, lezen, praten en schrijven. We hebben vakken zoals beroepsopdracht. En daar leer je pedagogiek. Dus hoe ga je om met leerlingen? Hoe kan je orde houden? En dat vind ik heel erg leuk. En je krijgt ook opdrachten die passend zijn voor je stage. Ik vind het heel erg fijn dat we al het eerste jaar gelijk stage mogen lopen. En daardoor kan ik de theorie die ik op school leer gelijk toepassen. En daardoor heb ik nu ook ontdekt dat ik het lesgeven heel erg leuk vind. Klinkt goed? Zie jij het jezelf al doen? Het is belangrijk dat de opleiding bij je talenten en interesses past. En dat je je goed voelt bij de sfeer. Ja, je moet ervan houden om dingen uit te leggen, om dingen te vertellen en om jongeren te begeleiden bij volwassen worden. Wat soms ook best wel moeilijk is, want als je van de HAVO komt, zit je natuurlijk best wel dicht bij de klasse waar je eigenlijk ook voor opgeleid wordt. Je moet wel een stevige persoonlijkheid zijn. Je hoeft niet heel extravert te zijn, maar je moet wel lekker in je vel zitten. En humor is ook heel belangrijk. In het begin was het heel erg eng natuurlijk, omdat je niet heel goed weet hoe je moet reageren op de kinderen. Maar ik werd wel heel erg goed begeleid en het ging allemaal heel erg goed. Ik vind mijn opleiding heel erg leuk, omdat we juist met niet al te veel studenten zijn, dan voel je je ook heel erg gehoord. Ook door de docenten, je bent zeker geen nummertje. Je leert tieners Duits lezen, schrijven en spreken, waardoor ze goed kunnen communiceren in deze taal. Ook begeleid je hen in hun persoonlijke ontwikkeling. Als je leraar bent, dan is het niet zo dat je alleen maar in een klas staat en met leerlingen bezig bent. Bijvoorbeeld maak je deel uit van een team. Daar heb je ook vergaderingen natuurlijk over de leerlingen, leerlingbesprekingen. Je hebt ook natuurlijk het taakbeleid. Dat kan bijvoorbeeld zijn het mentoraat, dat je verantwoordelijk bent voor een klas en voor een reeks leerlingen. Ja, en je hebt natuurlijk ook mogelijkheden om jezelf te kunnen ontplooien met allemaal initiatieven en ideeën die je hebt. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn het opzetten van reisjes, maar dat je echt in Duitsland bent met de bus daar naartoe. En dat leerlingen daar met studenten gewoon een gesprekje aangaan. De meeste voldoening krijg ik van de interactie die je met de leerlingen hebt. Je kunt natuurlijk op een hele leuke manier kun je proberen, en dat is ook die uitdaging, om dat vak interessant te maken. Zodat leerlingen uiteindelijk ook zeggen van ik ga door met Duits. Het is heel lonend werk om docent te zijn. Je hebt hele leuke collega's, je werkt leuk binnen de sectie, leuk binnen de school. Het is gewoon een hele fijne baan. Dus in de combinatie van ik heb een affiniteit met het vak, ik kan ook die talen wel een beetje, dan is het vak Duits natuurlijk wel iets wat je natuurlijk goed kan kiezen. Leraar, een prachtig en waardevol beroep.